Zo, Engels probeert het en die valt goed. Na het foutje achterin is het Mario Engels die er 2-1 van maakt. En de wijze waarop hij naar de zijkant loopt verraadt dat er is gezegd, ja, bij dit soort acties, en dat geldt voor de meeste keepers, wil Pasveer wel eens wat voor zijn doel staan. Dus beproef je geluk, jongen. Onbegrijpelijke fout in de opbouw. En Engels die daar gebruik van maakt. Daar de misser en Engels vanaf de eigen helft. Geweldig gedaan. En die bal die ploft dan dusdanig dat het voor Pasveer een rennen is om daar nog bij te komen. En als Sugawara dan deze bal aflevert, is het doel leeg. Ryan eroverheen en raakt voor David Min. Ongelooflijk. Geweldig knap gedaan natuurlijk door David Min. Na die knoepert van een fout van Sugawara. Ryan natuurlijk coachend ver voor zijn goal. Min die kijkt 1 milliseconde en ziet het. Kramer die heeft weer wat gezien en als Kramer iets ziet. Michiel Kramer krijgt de handen op elkaar zelfs van de Go Ahead Eagles fans. En eigenlijk moet iedere supporter hiervoor applaudisseren. Roesnak schept die bal erin richting Pat. Die kopt. En dan gaat hij er niet in via de paal. Dat is ongelooflijk. En dan is het doel leeg. En dan schiet Vermeulen er 2-0 erin. Ja! Wat een ontknoping hier op Woudenstein. Jongen, wat een slot. Wat een slotminuut. En Woudenstein ontploft. Het kleinste stadion van de Eredivisie. Altijd rustig. Altijd keurig netjes. En nu, alsof ze kampioen zijn geworden. Hij is de man van de afvallende bal. En heeft iets heel moois in gedachten, Sarota. En nu 3 van Zwolle. Ruiter is er niet en deze bal vanaf eigen helft gaat hij erin, hij gaat erin. Wat een geweldige goal, vanaf 60 meter denk ik maakt hij hem. Soufiane Moro, uitgerekend tegen de club waar hij vandaan komt, beslist hij het duel in de extra speeltijd met een bijzonder doelpunt. Dan neemt u van mij aan dat dat doel weliswaar groot is met 7,32 breed, maar dat dat vanaf een afstand van een meter of 60 opeens een stuk kleiner lijkt. Cocu. Zo, aardig gezien van Philip Cocu. Goeie dat zeg! Wat een treffer, wat een slot van het seizoen van de competitie van PSV. De competitie begon tegen Heracles met een treffer van Cocu. En eindigt tegen NAC met een treffer van Cocu. En dit is misschien wel de mooiste treffer van de hele competitie. Wat een overzicht, wat een finesse. Dit kan alleen Philip Cocu. Geen buitenspel, maar een makkelijke vangbal voor Waterman. De counter is snel, Roorda is op tijd. Bosveld kan het van heel ver proberen en doet het uitstekend. Die bal gaat erin. Wat een prachtige goal van Paul Bosveld. Hij was zijn doel uit, Bas Roorda. Na die snelle spelervatting van Boy Waterman. En op het moment dat Bosveld de bal aan ziet komen, denkt hij niet na